Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de Ganse Bijbel. Vandaag in uitzending 175 beginnen we met Leviticus 21. Het vorige hoofdstuk was ernstig van toon. Na de positieve wetten over levensheiliging in hoofdstuk 19 kwamen in hoofdstuk 20 de strafwetten ter sprake. Israël moest zich echt ver van de zonden van de te houden en zich op de Heeren richten. Op een aantal zonden stond de doodstraf. We hebben gezien dat het om dingen ging die de moraal van de samenleving ernstig ondermijnden, zoals de dienst aan de moloch of het oproepen van geesten van overledenen. De Heere wil dat zijn volk ver van occulte zaken wegblijft. Het is de wereld van duisternis die in geen enkel opzicht samengaat met de wereld van het licht. Moloch was een afgod waar kinderen aan gewijd en zelfs geofferd werden. Een vreed en satanisch gebeuren, totaal in strijd met de liefde die God aan zijn volk geeft. Denk maar aan de Heer Jezus die de kinderen omarmde en hen zegende. Als iemand uit Gods volk ook de Moloch vereerde, kreeg hij de doodstraf. Na de opsomming van een aantal overtredingen waarop de doodstraf stond, volgen overtredingen die leiden tot verstoting uit de gemeenschap of tot kinderloosheid. We gaan nu verder met Leviticus 21. Leviticus 18 tot en met 20 gaan over de heiligheid van de Israëlieten. In deze hoofdstukken is uiteengezet hoe de Israëlieten zich kunnen onderscheiden van de andere volken. Nu, in Leviticus 21 en 22, volgen twee hoofdstukken die duidelijk maken hoe nu de priesters zich kunnen onderscheiden en heilig kunnen leven. Want de Heer geeft aan Mozes de opdracht om het woord te richten tot de priesters. De eerste 15 versen vallen uiteen in twee delen. De versen 1 tot en met 9 bevatten instructies voor gewone priesters, en de versen 10 tot en met 15 hebben betrekking op de hoge priester. Herinner je nog dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat het ganse volk een volk van priesters zou worden? Maar dat werd onmogelijk door het aanbidden van het Gouden Kalf. In het Nieuwe Testament wordt de gemeente van Christus, met andere woorden de kerk, ook geroepen om koninklijke priesters te zijn. En 1 Petrus 2, vers 9 en 10 staat: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Maar als priesters en volk van God worden wij geroepen om heilig en zuiver te leven, zoals de priesters in het Oude Testament. In Efeziërs 4, versen 17 tot 18 en 22 tot 24 staat namelijk: Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart, dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronden gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leviticus 21, versen 1 tot en met 3 de Heere zei tegen Mozes, spreek tot de priesters, de zonen van Aaron, en zeg tegen hen, een priester mag zichzelf niet verontreinigen met een dode onder zijn volksgenoten, behalve met zijn naaste bloedverwant, met zijn moeder, met zijn vader, met zijn zoon, met zijn dochter, met zijn broer, en met zijn zuster die maagd is, die nauw aan hem verwant is, die nog niet aan een man toebehoort. Met haar mag hij zich verontreinigen. De Heer richt zich tot de priesters en deelt hun een verbod mee. Ze mogen zich niet verontreinigen aan het dode lichaam van een volksgenoot. Volgens nummer 19 is de reinigingsperiode voor een niet-priester een week. In Ezekiel 44 wordt aangegeven dat een priester, buiten de normale reinigingsperiode van een week, nog een periode van zeven dagen moet tellen voordat hij weer in het heiligdom dienst mag doen. Daardoor zorgde God dat Zijn dienaren zeven dagen verlof kregen van hun dienst, zodat ze zich konden overgeven aan het verdriet over de dood van hun geliefde bloedverwanten. Maar als die tijd verstreken is, dan mag het verdriet hun werk niet in de weg staan, en hun liefde voor hun bloedverwanten hen niet van de dienst in het heiligdom afhouden. Een principe dat we, hoe moeilijk soms ook, vandaag ook in gedachten mogen houden. In de voorgaande hoofdstukken van Leviticus hebben we gelezen dat de tegenstelling tussen dood en leven een centrale rol speelt. De Heer maakt zich bekend als de God die een afkeer heeft van de dood. Het is ook goed mogelijk dat dit gezegd wordt tegen de Egyptische godsdienst, waar de dodencultus ongekende vormen had aangenomen. De hoofdverklaring voor de behandelende geboden is bovenal dat de Heer primair een God van levenden is. Daarom mogen de priesters zich niet verontreinigen door een dode aan te raken. Zij hebben trouwens een voorbeeldfunctie. Het is zelfs niet toegestaan deel te nemen aan de rouwgebruiken van de Israëlieten. Er is wel een uitzondering. Bij de begrafenis van naaste verwanten mag een priester aanwezig zijn. Vers 3 geeft aan welke familieleden gerekend mogen worden tot de naaste verwanten: moeder of vader, zoon of dochter, een broer of een nog niet gehuwde zuster. In die gevallen zal de priester met zijn aanwezigheid zich niet verontreinigen. Het is de vraag waarom de echtgenote van de priester in deze opzomming niet is vermeld. We mogen ervan uitgaan dat zij wel tot de naaste verwanten wordt gerekend. Een bewijs hiervoor is te vinden in Ezechiël 24. Ezechiël mag daar geen rouw bedrijven over zijn vrouw, maar dat geldt als een ongewone zaak. Nogmaals krijgt de priester de waarschuwing voorgehouden dat hij zich als een leider onder zijn volksgenoten niet mag verontreinigen. Hij heeft een bijzondere positie. En aan deze positie zijn verplichtingen verbonden. Deze plichten zijn zelfs strenger dan die van hoogwaardigheidsbekleders, zoals bijvoorbeeld de oudsten. In dit licht geloof ik dat mensen die een taak verrichten in de kerk, zoals dominees, voorgangers, oudsten, leiders van zondagsscholen en alle anderen, extra voorzichtig moeten zijn met waar zij heen gaan en wat zij daar gaan doen. Sommigen hebben hun geloofwaardigheid en gezag verloren omdat ze op plaatsen waren waar ze niet hadden moeten zijn. In Titus 1, versen 7 tot en met 9 staat over leiders in het Nieuwe Testament het volgende. Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst. Maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is zodat gij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Leviticus 21 vers 4 Hij mag zich als echtgenoot niet verontreinigen met zijn volksgenoten. Hij zou zichzelf daardoor ontheiligen. Als je de uitzending volgt met een andere bijbelvertaling, dan kan je hier iets helemaal anders lezen. Dit vers wordt namelijk op heel verschillende manieren vertaald. Het is blijkbaar geen eenvoudig vers om te vertalen. Gaat het om de echtgenote van de priester? Waarschijnlijk niet, gezien, zoals ik al zei, de priester over zijn vrouw wel mocht trouwen. Waarschijnlijk wordt hiermee bedoeld dat je zich niet mag ontwijden vanwege een sterfgeval in zijn schoonfamilie. Leviticus 21, vers 5: Priesters mogen op hun hoofd geen kale plek maken, de rand van hun baard niet afscheren en in hun lichaam geen inkervingen maken. Voor de priesters bestaan nog meer voorschriften. De Heere zegt dat ze geen kale plekken op hun hoofd mogen aanbrengen. Een waarschuwing tegen de algemeen verspreide heidense praktijken waarin haaroffers werden gebracht aan overledenen. Het zijn heidense gebruiken die vooral dienden om de doden gunstig te stemmen. Omdat haar gedurende een heel leven blijft groeien, zag men het in de oudheid als een symbool van vitaliteit. Het is een kenmerk van veel culturen uit de oudheid. Maar ook van hedendaagse animistische religies. Dat zijn religies waarbij zielen of geesten niet alleen bestaan in mensen en dieren, maar ook in planten, stenen of natuurlijke fenomenen. En geografische zaken, zoals donder, bergen en rivieren. Animisme wijst verder ook bezieling toe aan abstracte concepten, zoals woorden, eigennamen of metaforen uit de mythologie. Religies waarin animisme voorkomt, behoren meestal tot volksgeloof of etnisch religies, maar ook tot bepaalde stromingen binnen het hindoeïsme. Terug naar Leviticus 21, vers 5. Want met de daar genoemde gebruiken wil men rekening houden met overleden voorvaderen, en met de godheden die met de doden en het dodenrijk verbonden zijn. Wie deze goden en voorouders gunstig wil stemmen, door iets van de eigen vitaliteit af te staan, ontvangt bescherming en voorspoed. De Heere zegt nee tegen deze offerdiensten aan doden. Vers 5 herhaalt het eerder aan de gewone Israëlieten verboden rouwgebruik om de hoeken van de baard af te snijden. Ook het maken van insnijdingen in het lichaam is verboden. Dit gebruik is ook een niet toegestaan rouwgebruik. In Leviticus 21 worden net als op andere plaatsen heidense rouwgebruiken streng verboden. Leviticus 21 vers 6 zij moeten heilig zijn voor hun God, en de naam van hun God mogen zij niet ontheiligen, want zij bieden de vuuroffers van de Heren aan. Het voedsel van hun God, daarom moeten zij heilig zijn. De eerste pericoop sluit af met een oproep aan de priesters om heilig voor de Heer te leven. Leviticus 21, versen 7 en 8 Zij mogen geen vrouw nemen die een hoer of ontheiligde is. Zij mogen ook geen vrouw nemen die door haar man verstoten is, want een priester is heilig voor zijn God. Daarom moet u hem voor heilig houden, want hij biedt het voedsel van uw God aan. Hij moet heilig voor u zijn, want ik ben heilig, ik ben de Heer die u heiligt. Vanwege de bijzondere status van de priester moet ook zijn vrouw aan een aantal eisen voldoen. Zij mag in ieder geval geen overspelige vrouw zijn. Los van het feit dat een overspelige vrouw dingen doet die niet naar Gods wil zijn, bestaat er ook een praktische reden voor dit gebod. Bij een overspelige vrouw is het voor de priester onmogelijk te bepalen wie zijn kinderen zijn. We moeten beseffen dat nakomelingen van Aaron dienst doen in het heiligdom, en dat de zuiverheid van het priestergeslacht gewaarborgd moet blijven. De reden voor deze strenge voorschriften wordt aan het einde van de zin gegeven: de priesters moeten heilig zijn voor de Heer omdat deze mannen heel dicht bij de heren staan. Leviticus 21, vers 9 Als een dochter van een zekere priester zich ontheiligt door hoererij te bedrijven, dan ontheiligt zij haar vader. Zij moet met vuur verbrand worden. De opzomming van de regels voor de gewone priesters sluit af met de behandeling van een situatie waarbij de dochter van een priester zich ontheiligt door hoererij te plegen. Dit gedrag heeft gevolgen voor de positie van haar vader want ze ontwijt daarmee haar vader. We ontdekken dat de priesters streng beoordeeld worden en dat ze soms een hoge prijs moeten betalen voor het in stand houden van hun heilige status. In het ergste geval zal de dochter van de priester zelfs verbrand worden. Maar verbranding van kinderen is verboden. Waarschijnlijk zou de dochter dus eerst gestenigd worden en pas daarna verbrand, zoals ook met Achan en zijn gezin gebeurde in Joshua 7, vers 25. Leviticus 21, versen 10 tot en met 12 De priester die de hoogste onder zijn broeders is, over wiens hoofd de zalfolie is uitgegoten, en die gewijd is om de priesterkleding aan te trekken, mag zijn hoofd haar niet loslaten hangen en zijn kleding niet scheuren. Hij mag bij geen enkel lichaam van een dode komen. Zelfs met zijn vader en met zijn moeder mag hij zich niet verontreinigen. Hij mag niet uit het heiligdom weggaan zodat hij het heiligdom van zijn God niet ontheiligt. Want de wijding van de zalfolie van zijn God is op hem: ik ben de Heere. De regels voor de Hoge Priester zijn nog strenger dan die voor de gewone priesters. Zijn bijzondere positie wordt onderstreept door zijn zalving en door de bijzondere priesterkleding die hij draagt. Net als bij de gewone priesters gelden voor de Hoge Priester verboden op rouwgebruiken. In vers 10 wordt voor het eerst de Hoge Priester genoemd. Als God gezalfde priester is hij van de anderen gescheiden en aan de Here verbonden. Hij mocht zijn heilige kleren niet scheuren en geen opstandige man zijn. Interessant om in dit verband Matthäus 26, vers 65 aan te halen. Tijdens de rechtszaak van de Heer Jezus in het paleis van de hoge priester Kajafas werd deze wet uit Leviticus 21, vers 10 gebroken. Doordat de hoge priester zijn kleren scheurde. Tijdens zijn aanstelling was er heilige zalfolie op de hoge priester uitgegoten. Hij moest volledig toegewijd zijn aan de Heer en afgescheiden zijn van de zonde, gezien zijn bijzondere positie. Ook de Heer Jezus kreeg zalfolie over zich uitgegoten. Hij is onze hoge priester en deed de wil van de Vader, zelfs tot in de dood. Van al zijn volgelingen vraagt hij dezelfde toewijding. Leviticus 21, versen 13 tot en met 15. Hij moet een vrouw nemen die nog maagd is, een weduwe, een verstoten vrouw of een door hoererij ontheiligde vrouw, deze mag hij niet nemen. Maar hij moet een maagd tot vrouw nemen uit zijn volksgenoten, zodat hij zijn nageslacht onder zijn volksgenoten niet ontheiligt. Voorzeker, ik ben de Heer die hem heiligt. Een tweede beperking voor de hoge priester is in verband met de keuze van zijn vrouw: zij moet een huwbare jonge vrouw zijn die geen gemeenschap met een man heeft gehad. Het nageslacht mag niet ontwijd worden, omdat uit de zonen van de hoge priester nieuwe hoge priesters zullen voortkomen. Leviticus 21, versen 16 tot en met 24. De Heer sprak tot Mozes, Spreek tot Aaron en zeg: Niemand van je nageslacht, algen generaties door, die een gebrek heeft, mag naar voren komen om het voedsel van zijn God aan te bieden. Voorzeker, geen enkele man die een gebrek heeft, mag naar voren komen. Een blinde man of een verlamde, of iemand met een misvormd gezicht of te lange ledematen, of iemand die een vergroeide breuk in zijn voet, of een vergroeide breuk in zijn hand heeft, of iemand met een bochel, of een dwerg, of iemand met een vlek op zijn oog, of met uitslag, of een huidziekte, of met verminkte testikels. Geen enkele man uit het nageslacht van de priester Aaron met een gebrek mag naderbij komen om de vuuroffers van de Heere aan te bieden. Hij heeft een gebrek, daarom mag hij niet naderbij komen om het voedsel van zijn God aan te bieden. Hij mag wel het voedsel van zijn God eten, zowel van de allerheiligste als van de heilige offergaven. Maar omdat gij een gebrek heeft, mag hij niet bij het voorhangsel komen en niet tot het altaar naderen, opdat hij mijn heiligdommen niet ontheiligt. Want ik ben de Heere die hen heiligt. Mozes sprak deze woorden tot Aaron en tot zijn zonen en tot al de Israëlieten. De priesters vertegenwoordigen de wereld van de Heere God. En dat is een werkelijkheid waar dood en ziekte niet bestaan. De vraag naar de functie van het voorschrift wordt beantwoord door te letten op de parallellen tussen de priester en de afgekeurde offerdieren. In Leviticus 22. Dezelfde twaalf gebreken die een priester onbekwaam maken om te offeren, gelden ook voor de offerdieren. De regel is voor de minder valide priester duidelijk: hij mag geen brandoffers aan de Here brengen. Wij moeten hierbij wel bedenken dat zo'n priester niet is uitgesloten van het priesterschap. Hij behoudt de status van priester. Dat blijkt uit het feit dat hij mag eten van de toonbroden die zich in het Heilige bevinden. Hem komt ook het priesterlijke deel van de offers toe ook deze offerstukken gelden als allerheiligst daarnaast mogen priesters met een gebrek ook delen in andere zaken die heilig zijn uit deze dingen blijkt dat een priester met een gebrek zijn brood niet op een andere manier moet verdienen het is mogelijk dat deze priesters zich konden toeleggen op het onderwijs aan de israëlieten priesters met een lichaamsgebrek mochten geen dienst doen in de tabernakel maar werden niet uitgesloten van de tafel van de heren een schril contrast met de behandeling die heidenen gaven aan mensen met een lichaamsbeperking. Ook voor ons zit hierin een les. Laten ook wij in onze kerken en gemeenten letten op onze zusters en broeders met een beperking. Mogelijk dat zij niet aan alle dingen mee kunnen doen, maar ook zij zijn in de ogen van de Heere onbevlekte heiligen. Straks zijn ook hun beperkingen voorbij en mogen wij allen de Heere grootmaken voor zijn onuitsprekelijke liefde en genade. Leviticus 22 versen 1 tot en met 3. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot Aaron en tot zijn zonen, en zag dat zij behoedzaam omgaan met de geheiligde gaven van de Israëlieten, die zij voor mij heiligen. Zodat zij mijn heilige naam niet ontheiligen. Ik ben de Heere. Zag tegen hen: al jullie generaties doorgaat, elke man uit heel jullie nageslacht die in de nabijheid komt van de geheiligde gaven die de Israëlieten voor de Heere heiligen. Zolang zijn onreinheid op hem rust, die persoon moet van voor mijn aangezicht uitgeroeid worden. Ik ben de Heere. Aaron en zijn zonen krijgen de opdracht zorgvuldig te zijn in de omgang met heilige zaken van de Israëlieten. Daarnaast mogen de priesters de geheiligde naam van de Heere niet ontheiligen. Door wangedrag kunnen zij de naam van de Heere in opspraak brengen. Door de toevoeging ik ben de Heere geeft de Heere aan dat de priesters met hem als de heilige God rekening moeten houden. In de volgende verzen noemt de Heere alle onreinheden op waarvoor een priester uit zijn dienst zal moeten verwijderd worden. Leviticus 22 versen 4 tot en met 9 Niemand uit het nageslacht van Aaron die melaats is of een vloeiing heeft, mag van de geheiligde gaven eten, totdat hij rein is. Even men iemand die ook maar iets aanraakt dat onrein is door een dood lichaam, of iemand die een zaadlozing heeft gehad, of iemand die welk kruipend dier dan ook aanraakt waardoor hij onrein wordt, of die een mens aanraakt waardoor hij onrein wordt. Welke onreinheid hij ook heeft, een persoon die zoiets aanraakt, is onrein tot de avond en mag van de geheiligde gaven niet eten. Maar hij moet zijn lichaam met water wassen. Als de zon ondergegaan is, is hij weer rein. Daarna mag hij van de geheiligde haven eten, want het is zijn voedsel. Een kadaver en een verscheurd dier mag hij niet eten, want daardoor zou hij zich verontreinigen. Ik ben de Heere. Zij moeten mijn voorschriften in acht nemen, zodat zij geen zonde op zich laden en daardoor sterven, omdat zij dat ontheiligd hebben. Ik ben de Heere die hen heiligt. Totdat de priester rein verklaard is, mag hij niet eten van het offervoedsel. De priester had op dat gebied geen bijzondere voorrechten. Onrein is onrein. Onreinheid van de gewone man en onreinheid van de priester moesten ceremonieel gereinigd worden. Nadat is aangegeven onder welke omstandigheden een priester mag eten van het heilige voedsel, richt de aandacht zich op onbevoeden en op hen die rondom de priester staan. Leviticus 22 versen 10 en 11 geen enkele onbevoegde mag de heilige gaven eten. Iemand die bij een priester inwoont of een dagloner is, mag de heilige gaven niet eten. Maar als een priester een persoon met zijn eigen geld heeft gekocht, mag die ervan eten. Ook zij die in zijn huis geboren zijn, mogen zelf van zijn voedsel eten. Leviticus 22, versen 12 en 13 Als een priesterdochter aan een man toebehoort die niet bevoegd is... Tot het priesterambt mag zij niet eten van het heffoffer van de geheiligde gaven. Maar als een priesterdochter weduwe wordt of verstoten wordt en zij geen nageslacht heeft en naar het huis van haar vader terugkeert, net als in haar jeugd, dan mag zij van het voedsel van haar vader eten. Geen enkele onbevoegde mag er echter van eten. Deze versen maken een ander aspect duidelijk. Een aspect dat al verschillende keren aan bod kwam. Een huwelijk verbindt twee mensen met elkaar en maakt hen volledig los van de ouders. Anderzijds zien we hier opnieuw het hart van God. Wanneer de vrouw weer alleen komt te staan, kan ze wel genieten van zorg en voedsel. Doorheen de ganse Bijbel zien we dat de wetgeving van God zorgt voor een heel goede sociale zekerheid. Na het verbod voor onreine priesters en voor hen die geen priester zijn om heilig voedsel te eten, komen de offerdieren met een gebrek aan de orde. Opvallend is de overeenkomst met de priesters met een beperking, waarover we lezen in Leviticus 21. Aangezien de versen 17 tot en met 25 betrekking hebben op het brengen van offers, worden allen die bij het offeren betrokken zijn aangesproken. Alles wat een gebrek heeft, mag niet worden geofferd, want het zal niet worden aanvaard. Op het punt van het offeren van dieren zonder gebreken, faalde Israël geheel. Zij brachten gebrekkige, lamme en zieke dieren naar het altaar. De Heere liet de profeten zijn afschuw over hun offers verkondigen. Leviticus 22 versen 31 tot en met 33. U moet mijn geboden in acht nemen en ze houden. Ik ben de Heere. U mag mijn heilige naam niet ontheiligen, opdat ik in het midden van de Israëlieten geheiligd word. Ik ben de Heere, die u heiligt, die u uit het land Egypte geleid heeft, opdat ik tot een God voor u ben. Ik ben de Heere. Ik wil deze uitzending afsluiten met de vraag: is de Heere al jouw God? Als je dat voor jou mag zijn, dan geeft dat een grote verantwoordelijkheid. Net als bij de priesters in het Oude Testament. Zijn wij getuigen van Christus? Wat kunnen de mensen in ons zien? Zien zij Hem? Herkennen zij Hem? U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Ann Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.